Muziek zou als een hoofdvak moeten worden opgenomen in het onderwijscurriculum vanwege de voordelen voor studenten, zoals het stimuleren van creativiteit en het verbreden van het kinderperspectief. Dit zegt muziekdocent Chantal Paal in gesprek met onze redactie. Paal betreurt het tekort aan muziekdocenten op de scholen, wat kan leiden tot een disbalans in het leven van studenten. Het ministerie zou leerkrachten moeten motiveren om te kiezen voor het vak muziek, evenals zorgen voor trainingen in die richting, stelt de muziekdocent. Het verstrekken van lesmateriaal is ook een belangrijke pijler. Want er zijn wel boeken, je hebt Zing maar het blijft niet daarbij. Dat ze boeken aanschaffen, behalve dus docenten trainen, boeken aanschaffen, zodat je een bepaalde leerlijn hebt, gefocust op het conservatorium. Want als je geen balans hebt, dan snap je wat er gebeurt. Je kan niet nu bijvoorbeeld 1 plus 1 leren en dan springen naar staardelingen of springen naar getallenlijnen. Dus dat ze eigenlijk materiaal vervaardigen, of je hoeft het wiel niet uit te vinden. Je hebt zoveel er is zoveel te bieden online. Dus gewoon de methodieken, de didactieken, boeken aanschaffen, zodat het vak gedoseerd kan worden op school. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Daar heb je een leerling. En rekening houdend op het feit dat we ook op het conservatorium dus deze leerlingen willen hebben. Want wil je docenten, moet je werken aan een kweek, toch? En dat begint op de basisschool. Je begint met de kleuters en dan begin je te introduceren. Als ze iets ouder worden, dan gaan ze naar de VOJ-school. Je hebt docenten daar, die nemen het mee. Waardoor je op het conservatorium ook docenten hebt die later over kunnen nemen. Of het vak kunnen doseren op de basisscholen of de verschillende onderwijsniveaus. Paal besluit met de oproep aan de Surinaamse samenleving om te blijven werken aan het stimuleren van muziekkennis onder de volgende generatie.